To cloud. Oké, gaan we beginnen. Okay. Eerste oefening is 30 seconden dribbelen om de hardste slag te mogen krijgen. Daar beginnen we mee. Dan tel ik zo meteen hard op. Tweede oefening is een zijwaartse pas, waarbij we als we met rechts uitstappen naar de zijkant, met rechts over ons eigen heen rijden. Dan sluiten we weer aan en daarna doen we de andere kant. En dan doen we nog heen en weer. Heb in totaal 20 herhalingen van deze. 10 per kant. Dat is de tweede warming-up oefening. De laatste warming-up oefening is een uitvalspas van lunge. Waarbij we dan de armen vooruit strekken. Open draaien over het voorste been. Even iemand terug toelaten. Waarbij we open draaien over ons voorste been. Stel je rechterbeen is voor. Dan strek je je armen voor je uit. Draai je rechts open. Sluit je hem weer. Stap je terug. Wissel je voorkant. Draai je links open. Sluit je de arm weer. Stap je terug. Doen we beide kanten weer 10 keer. En dan doen we in totaal 3 rondjes van deze 3 oefeningen. Hoe groter je de uitvalspas maakt, hoe zwaarder het is om terug te komen. Dus hou voor de warming-up nog een beetje kort, zou ik zeggen. Alright. Beginnen we met 30 seconden. Dribbelen als eerste oefening. 3, 2, 1, let's go. Een klein beetje de hartslag omhoog krijgen. Beetje warm worden. Het is je best koud in die zaal. Kijk, 10 seconden zitten er nog op. Zet op 11. Nog 10 seconden. Laatste 3, 2, 1. En gaan we door met de tweede oefening. Zijwaartse pas met rechts. Rijk met rechts richting links. Sluit je weer aan, andere kant. Doen we 20 in totaal, 10 per kant. 3, 4, 5, 6. Zoek een beetje rek in de zijkant van je lichaam. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, maar je kan nog één herhaling, 19, 20. Oké. Okay. Kleine lunge in combinatie met rotatie van de middenrug. Uit vast postje voorwaarts, rechterbeen voor, is de rechterarm open draaien. Terug en terug stappen. Wissel je voorkant. Linkerbeen voor. Arm voor strekken. Links open draaien. Sluiten. Terug stappen. Diepe kant. Maak het jezelf makkelijk. En maak de lunchpositie niet te groot. Dus de warming up. Is van kant. Draai links weer open. Rustig terug. En terugstappen. Blijf vooruit kijken als je dit doet. Netjes. We zitten op de helft. Beide kanten nog 5 keer. Stap uit naar links, armen voor strekken, draai links open, rustig terug en terugstappen. Beide kanten nog 2 keer. Laatste keer voor beide kanten voor de eerste ronde. Yes. Oké, goed gewerkt. Nu even 10 seconden rust. Dan gaan we nog een keer de eerste rondje doen van 3 oefeningen. Een klein stokje water. Dan beginnen we weer met dribbelen. Daarna met het zijpasje en het rekken. En dan weer de lunge met open draaien. 3, 2, 1 en dribbelen.
30 seconden. Beetje warm. Yes, netjes. Neem die arm lekker mee. Goed. Zit op 15 seconden. Oké, heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn op de oefening. Zij wat je pas en over jezelf heen rijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We zitten op de helft, netjes, hou vol. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, top. Krijgen we de lunge. Beginnen met de rechterkant lunchen, de rechterkant open draaien. Pas je naar voren, arm voor strekken. Eentje draai je open, terug naar het centrum en stap terug. Dus op de kant. De linkerkant nu. Hetzelfde. En rustig terug. Draai open, sluiten, terugstap. Val uit, open draaien, sluiten, terugstap. Voorwaarts pas, open draaien, sluiten, terugstap. Voorwaarts pas, open draaien, sluiten, terugstap. Aan, voorwaarts pas, draai open, sluit, terugstap. Voorwaarts pas, draai open, sluit, terugstappen. Keurig, zijn overdeld. Voorwaarts pas, open draaien, terugdraaien, stap terug. Voorwaarts pas, open draaien, sluiten en terugstappen. Netjes, ga vol. Heel goed, beide kanten nog twee keer. Nice, oké, beide kanten nog één keertje. Dan hebben we de tweede ronde van de warm-up erop zitten. En dan hebben we nog eentje eraan. Oké, top. Weer even 10 seconden, 15 seconden pauze. Klein stukje water als je nodig hebt. Dan. Gaan we de laatste ronde van de warm-up beginnen. Pak wat stoppers erbij. We beginnen weer met 30 seconden dribbelen. Komt ie, let's go! Yes! Heel goed! Zit 10 seconden. Zit over de helft. Hou, nog 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan door met de volgende oefening. Zijwaarts pasje en over je eigen heen rijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beide kanten nog twee keer. Allebei de kanten nog één keertje. En dan is deze oefening klaar voor morgen. Kijk, nice. Super. We hebben alleen nog de linkse oefening. Met draaien van de middenrug. Beginnen we weer met de rechterkant. Komt ie. Uit het vastpasje. Draai open. Sluiten, stappen, voorwaarts pas, draai open, sluit en weer terug. Voorwaarts pas, draai open, sluit en weer terug. Voorwaarts pas, draai open,
Sluit. Stappen. Keurig. Derde herhaling. Voor het rechterbeen. Sluiten. Terug. Derde herhaling voor het linkerbeen. Draai open. Sluit. En terug. Hou vol. Netjes. Stap uit. Draai open. Sluit. Stap terug. Stap uit. Draai open. Sluit. Stap terug. Super. Beide kanten. Nog twee keer. Laatste keer voor beide kanten. Hebben we iets langer rust. Dan geef ik de volgende oefening uit. Yes. Hey, ik ben goed warm. Ik ben een goede slok water. Krijgen jullie de oefeningen van de workout van mij? Eerste ronde van de workout. Vier oefeningen. Doen we kort achter elkaar doornemen. Daarna nemen we een minuutje rust. Kijken we even hoe zou je die herstellen. We kunnen het eventueel wat inkorten de rust. Eerste oefening doen we met een fles. Dat zijn lunges waarbij we de armen vooruit reiken. Dus als het er als volgt uit. Staan we voor. Even de armen. Laat ze zakken. Stap terug. Wissel nog mee. Vooruit stappen. Heffen. Zakken. Terug stappen. Beide kanten. 10 keer. Totaal 20 herhalen. Eerste. Even spieken wat de volgende was. Volgende de krabbelen. En die doen we als volgt. Gaan we zitten in een squat. Hoe lager, hoe zwaarder. Sluiten we aan. Stappen we door. Plaatsen het gewicht naar het buitenste been. Stappen we weer terug. Naar het midden. Plaatsen het naar je buitenste been. Weer terug naar het midden. Buitenste been, terug naar binnen. Doen we beide kanten 10 keer opstappen, dus hebben we ook in totaal weer 20 herhalen. Volgende twee oefeningen zijn vanuit licht. De eerste is vanuit zijlicht. Het been, zijwaarts heffen. Doen we 10 keer rechts, 10 keer links, net zoals de vorige. En dan eindigen we met 30 seconden planken. En dat mag vanaf voor het zwemmen met de handen. Vanaf de ellebogen. En als je het heel zwaar vindt, kan je verlichten om naar je knieën te gaan. Moet je even kijken wat jouw niveau is en welke variatie je vet vindt. Doen we 3 rondes van deze oefeningen. En dan gaan we naar de volgende ronde oefeningen. Dus we hebben 20 lunges, dan hebben we 20 pasjes kraploop, 20 herhalingen of 10 herhalingen per been voor de zijwaarts schoppen en dan eindigen we met 30 seconden planken. Pak eventueel iets beet als je dat wil, hoef niet per se dan op je handen terug te strekken. Beide is goed. Ga van start in 3, 2, 1, go. Uit vastpas, strek de armen, laat zakken, terugstappen. Uit vastpas. Strek de armen, laat ze zakken, terugstappen. 2, 3, houd de buikspier aanspannen. 4, 5, 6, 7. 8, 9, zit er bijna op de helft, hou op, 10, nog 10 te gaan. Twaalf. 13.
5. 16. 7. 18. Fijn, dat nog één keer voor deze oefening. 19. 20. Oké. Goed verder. Krijgen we die zijn wat zo pas uit de squathouding. Beginnen breed. Sluit je aan met je voet. Ga je weer breed. Komt ie. 20 keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hou vol. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nog eentje. 20. Oeh, dan voel ik wel in de bovenbeentjes. Oké. Gaan we liggen op de zij. Zij maakt schoppen. 10 herhalingen per kant. Pakken ze gelijk door. Onderste been boven. Bovenste been gestrekt. En dan gaan we zij uitzetten. Komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oké, gaan we op de andere zij liggen voor 10 herhalingen voor het andere been. Pakken hem gelijk weer, komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Nice, oké. 30 seconden planken. Gaan we als klaar liggen, dan zoek ik even snel een stopwatchje bij. Klok, stopwatch. Oké. 3, 2, 1, go. Buikspier aanspannen. Geen holle ruggen. Uit. Goed wegduwen. Duw de grond van je weg. Zit op 10 seconden. Zijn over de 11. 20 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, beginnen we met een minuutje rust voor de eerste ronde. Kijken we even hoe het herstel gaat, misschien dat het iets te lang is. Oké, deze 20 seconden van de rust zitten erop. Oké. Nog 10 seconden en als het rust op, ga vast klaarstaan, pak vast de biebel erbij. Dan beginnen we weer 5, 4, 3, 2, 1 en go. 20 lunges. Armen erbij heffen en terugstappen. Lunge, strek de armen, laat zakken, stap terug. Lunge, strekken, zakken en terug. Lunge. Strekken, zakken, terug. Keurig. Nummer 7.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, kom maar. 16, bij de kant nog twee keer. 2 keer. Heel goed, bij de kant nog één keertje. 3 flesje water weg. Gaan we gelijk door naar de volgende. Start met de squatpositie, benen uit elkaar. Sluit aan, stap door. Plaats het gewicht op je buitenste voet. Sluit aan, stap door. Plaats het gewicht op je buitenste voet. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. 9. 10. 11. Hou vol. 12. Kom maar. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Beide kanten nog één keer. 19. 20. Oei. Goed dat we mogen liggen. Zij dicht, zij was het been even. 10 keer rechts, 10 keer links. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Nice. 10 keer voor de andere kant. Hou we gelijk van start. Komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oké, okay, top. Gaan we dit keer voor 40 seconden plekken in plaats van net. Pakken we daarna weer de rust. We willen de stoppers erbij zoeken. Gaan we klaar zitten. Dan beginnen we in 3, 2, 1, go. 40 seconden in maal. Kom maar. Duw die grond van je weg. Buikspier intrekken. Navel intrekken. 15 seconden zitten. Hou vol. Blijf ademen. Zit op de helft 20 seconden. Nog 10. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, keurig. Dan staan we op de stopwatch. Pak een minuutje rust. Oké, zit op de helft van de rust. Dan gaan we zo meteen beginnen aan de laatste ronde met deze oefeningen. Dan gaan we weer wisselen van oefeningen. Ga vast klaarstaan. Nog 10 seconden. Pak een flesje erbij. Dan beginnen we in 5, 4, 3, 2, 1. Laatste ronde. Let's go. Kom maar.
Stap uit. F. Zak. Stap uit. Heffen. Zakken. En terug staan. Controleer de hele beweging. Blijf gefocust. 5. Zes. Zeven. Acht. Negen. Tien. Elf. Twaalf. 13. 14. 15. 16. Kom aan, we zijn er bijna. Hou vol. Dat kan wel. 5 punten. Nog 1 man. Laatste herhaling. Oeh, keurig. Squatpositie. 20 keer 1 en weer stappen. Komt ie. 3, 2, 1, go. Sluit aan. Stap door. Sluit aan. Stap door. Sluit aan. Stap door. Sluit aan. Stap door. Acht. Negen. Tien. Elf. Twaalf. Dertien. Veertien. Vijftien. Zestien. Zeventien. Achttien. Ga één keertje heen en weer. Klasse. Mogen we liggen? Gaan we bezig zijn met even 10 keer rechts, 10 keer links. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel op de kant. En go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, krijgen we de plek om het af te sluiten? 40 seconden. De timer erbij pakken. Ga je klaar liggen, dan beginnen we in 3, 2, 1. Hou vast. Eerste 10 seconden zitten erop. Blijf ademen en duw die grond weg. In de seconde, we zitten op de helft. Net een seconde, om 10 te gaan. 5, 4, 3, 2, 1, en rust. Oké, super. Pak me even zo lang rust als ik nodig heb om de volgende batterij of niet uit te leggen. Okay. Eerste oefening is squat en daarna met de elleboog naar de knie toe. 20 herhalingen totaal, zodat je links en rechts beide
evenveel hebt gehad. Het ziet er als volgt uit. Squat, knie elleboog. Squat, knie elleboog. Maar die kan het nooit 10 keer hebben. We hebben totaal 20 squats. En 10 van die crunches per kant. Tweede oefening. Vanaf handen en knieën. Steunen op de tenen. De tenen zijn gebogen op de grond. Steun op de knieën en steun op de armen. Wat we dan doen is de knieën optillen van de grond. En dan strekken we ze. Doen we 10 keer. Gaan we terug naar de beginpositie. Raak je de knieën net de grond niet. En dan doe je weer weg. Doe er 10 van in totaal. Derde oefening is skydiver voor de rug. We liggen plat op de buik. Armen net boven ons. En dan gaan de voeten, de borst en de armen van de grond. 10 keer. Hou het eventjes vast. Dat je goed voelt dat je die rugspieren aanspant. Laat je hem zakken. En kom je weer omhoog. En ook 10 herhalingen van. Laatste oefening is weer statisch een buikspieroefening. Ditmaal de omgedraaide plank. Rug dicht. Benen laag voor je strekken. Hoe lager, hoe zwaarder. Hoe hoger, hoe makkelijker. En dan de armen de andere kant op. Wees hem niet van een buikje aan. Doen we mee te beginnen 30 seconden. Kijken we daarna of 40 seconden een beetje haalbaar is. Dat moet ik even proberen in te schatten. En dan is dat de laatste. Zijn dat de laatste krachtoefeningen? Die doen we 3 rondjes van. Neem nog even een slokje water en dan gaan we beginnen. Alright. Squat, knie, elleboog, 20 raken. Let's go. Squat, knie, elleboog. Squat, knie, elleboog. 2. Squat, knie, elleboog. 3. Squat, knie, elleboog. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice. Oké. Okay. Dat was de volgende nummer. Dat heb ik vergeten. Oh ja. Steunen op handen, knieën en voeten. En dan de knieën strekken. Vanuit de kruiphouding. Steunen op de handen. Knieën komen los van de grond. En dan strekken we de benen. Doen we 10 maal. 3, 2, 1, go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Oké. Okay. Voor de rug, liggend in buikenlicht, bovenlichaam en onderlichaam van de grond optillen. Eigenlijk alleen de buitenlijn op het matje. Doen we 10 keer dan. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Okay. 30 seconden buikspieroefening. Als einde van dit rondje. Stopborst erbij pakken. Benen strekken boven de vloer. Armen strekken boven de vloer. 30 seconden. 3, 2, 1, go.
10 seconden zit erop. Hou. Twintig seconden. 10 te gaan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké. Nou, ik denk dat het zwaar genoeg is. Voor die buikspieren. Ik begon zelf in ieder geval te trillen. Dus ik denk dat ik hem om 30 seconden aan. Oké, pak een minuutje rust. Die is al ingegaan, dus nu ongeveer nog een seconde 40. Oké, nog 20 seconden rust. Oké, nog 10 seconden rust. Gaan we straks naar de slotpositie. En dan beginnen we in 5, 4, 3, 2, 1, go. Tweede squat. Knie elleboog. Volgende squat. Knie elleboog. Squat. Knie elleboog. Squat. Knie elleboog. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, blijf aan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, zijn bijna, 18, 19, 20. Oké, volgende is op de grond. De kruiphouding. 10 keer de benen strekken vanuit deze positie. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Oké, gaan we door naar de buikrug. Aanspannen van de rugspieren. 10 herhalingen. 3, 2, 1 en go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Oké. Afmaken met 30 seconden buikspieren voor de tweede ronde. Vanuit de rug dicht. Even de timer weer bijzoeken. Komt extra rust. Dus dat lekker langzaam doen. Oké, 3, 2, 1. En go, buikspieren. 30 seconden. Blijf ademen. Hoe laag, hoe zwaar. Dus als je vermoeid raakt, doe je benen en je armen iets hoger. Zit op 10 seconden. Zit op de helft. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, reset start. Minuutje rust. En dan doen we nog één keer deze ronde. En dan zit het zware werk erop voor vandaag. Gaan we de cooling down doen. Nog 20 seconden rust. Ik
Oké, op 10 seconden gaan we vast klaarstaan in de squatpositie. Dan beginnen we in 5, 4, 3, 2, 1 en de laatste ronde. Kom maar. Maak hem even af. Moet lukken. 2, squat, 3, squat, 4, squat, 5, squat, 6, squat, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, kruiphouding. 10 keer de benen strekken. Spannend op handen en voeten. 3, 2, 1 en go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nog 2, 9, 10. Super. Okay, laatste twee oefeningetjes. Ene voor de rug, andere voor de buik. 10 herhalingen voor de eerste rugoefening. 3, 2, 1 en let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan komen we aan met de laatste oefening. Nog 30 seconden buikspiertjes. En dan gaan we de koeling naar doen. Stoppertje erbij pakken. Oké. Komt in. 3, 2, 1, go. Laatste oefening. Dus laatste kant oefening. Af. Blijf ademen. 10 seconden zitten erop. Over de helft. 10. 5. 4. 3. 2. 1. En rest. Oké. Blijf maar even lekker liggen. Nee, we hebben een goede minuut de tijd. Voordat we gaan beginnen aan de cooling down. Een dik voor water. Oké, eerst de cooling down oefeningetjes waar de rug ligt. Maak ons eerst 10 seconden zo klein mogelijk. Maak een bolletje van onszelf. En dan vervolgens strekken we ons 10 seconden uit. En probeer om het zo lang mogelijk te maken. En zoveel mogelijk met je voeten rijken. En zoveel mogelijk met je armen komen omrijken. Doen we ook 10 seconden. En dan maken we ons daarna weer klein. Doen we 3 rondjes van. Dus allereerst zo klein mogelijk. Klein, 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 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En daarna lang, zo lang als je kan. Een beetje rijken met je tenen en met je handen. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
En weer zo klein mogelijk. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 seconden zo lang mogelijk. Rijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En zo klein mogelijk. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En weer 10 seconden zo lang mogelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, blijf weer rug licht. Zetten we de voeten plat op de grond. En dan laten we de knieën naar de zijkant vallen. 10 keer per kant, rustig 20 herhalingen. Beetje die lage rug. Wat soepel maken naar al die squats. En dat doe je gewoon op je gemak, je hebt op je eigen tempo. Ik tel voor mezelf, als je iets sneller gaat of iets langzamer gaat, is dat geen probleem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zet de voeten plat in, schud ze een beetje los. En dan doen we zo meteen nog 20 keer heen en weer. Oké, knieën tegen elkaar, rug plat op de grond en laat ze weer 20 keer aan de zijkant vallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, gaan we op de linkerzijde. En dan steken we met linkerarm onder het hoofd. En dan pak je met je rechterarm je rechter enkelbeen en rek je je bovenbeen een beetje op. Rustig in en uitademen. 20 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wisselen per kant. Wissel naar je rechterzijde. Linker enkeltje beet pakken. Rustig ademen, 20 seconden. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Doen we de rechterkant nog een keertje op je linkerzij liggen.
Pak jij 4 moment en rekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Andere kant nog een keertje. En dan hebben we daarna de laatste cooling down oefening in stand. Dus hierna mag je rustig op komen staan. Eerst nog 20 seconden rekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kom rustig omhoog. We hebben het laatste cooling down oefeningetje. Laatste cooling down oefening is armen losschudden. En terwijl we de armen losschudden, gaan we de hamstrings oprokken. Bewegen we langzaam naar de tenen toe. Zwaaien daar de armen los. En dan zwaaien we weer terwijl we omhoog komen. Doe het 10 keer. 10 keer naar beneden, 10 keer omhoog. En constant die armen in beweging houden en zwaaien. 1. 2. 3. 4. Zijwaarts, links, rechts, leg die arm zwaai, 4. Draai een beetje vanuit je rom, 5. 6. 7. 8. 2 keer, ja, losgedaan. Erg in de teen. Dan zijn we klaar. Nog 1 keertje. Alright. Lekker mee vandaag. Bedankt voor jullie aanwezigheid en hij zit er weer op. Even kijken. Iedereen heeft een plezier. Lekker lesje, Vin. Dankjewel. Ja. Top. Dankjewel. Dankjewel. Wat voor sport doe jij, Vin? Ik doe voetballen en ik doe veel zelf trainen met lichaamsgewicht. Oh, wij zaten te denken, oh, je bent of een turner, of een worstelaar, of je bent zo ontzettend lenig. Ja, daar heb ik wel wat voor getraind. Ik was vroeger altijd geblesseerd met voetbal. Ja. Dus toen ben ik een beetje gaan investeren in lenigheid en dat leek wel te helpen. Dus. Oh.